welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een leuke action video, want ik heb hier een super grote adventkalender van Max & More. Deze is echt super groot, oh my god. Normaal zijn advents echt niet zo groot. Maar Max & More is dus het make-upmerk dat te koop is bij Action. En voor de feestdagen hebben zij dus deze huge adventkalender. Voor de mensen die niet weten wat een adventkalender is. Dat is een soort van kalender voor in de maand december. En dan kun je elke dag een vakje openmaken. Want er staan dus allemaal vakjes. En op elk vakje staat de dag van de maand. Dus 1 december maak je vakje 1 open. En zo ga je gewoon de hele maand door. En in elk vakje zit iets leuks van Max & More. Dus dat zal altijd wel make-up zijn. Want het is een make-up merk. En ik ga het gewoon vandaag unboxen en helemaal openmaken en kapot maken om alles te laten zien aan jullie. Als jij dus echt wil dat de kalender nog een verrassing blijft, stop deze video dan nou. Want anders is het geen verrassing meer wat erin zit. Nou, ben je benieuwd naar deze video en deze kalender? Blijf dan gewoon vooral even kijken. En vergeet niet te liken en te abonneren voor mijn 2 video's in de week. Oké, mensen, mijn huid is hier een beetje rood. Dat heb ik wel eens vaker. Mijn huid hier zo is best wel gevoelig. En als ik er maar een beetje aan zit of zo, wordt het echt al helemaal rood. Deze oorbellen zijn van AliExpress. Want ik weet nou al dat mensen dat gaan vragen. Oké, ik heb deze kalender gehad van Max & More. Dus ik weet niet hoe duur die is. Oh, 10 euro maar. Dat is niet heel duur. Dit hele pakket is 10 euro en je krijgt 24 items. Nou, dat is zeker niet heel duur. Oké, alle getallen staan wel echt allemaal door elkaar. Dus ik begin gewoon hier bij 1. Die is dus hier. Oeh, mijn lipstick. Oh mijn god, deze lipsticks zijn zo fijn. Dit is kleur 301 Naked Nude. Ik heb die nou op. Ik heb deze nou toevallig op. Ik heb aan de buitenkant een donkere kleur gedaan. Maar hier aan de binnenkant, die lichte kleur die je ziet, is dus deze. Super mooie kleur. Ik heb ook een gloss op. Ik heb heel veel op mijn lippen. Maar die middelste kleur is dus deze. Deze is echt heel erg mooi. Dan gaan we nou naar vakje 2. Dit zijn van die stickertjes. En dit zijn allemaal van die sterretjes. Die kun je denk ik gewoon op je gezicht plakken of iets. Om het iets meer kerstachtig te maken en wat feestelijker te maken je make-up look. Dat is wel leuk. Wel leuk. Nou, die ga ik gewoon daar laten de hele tijd. Even kijken, dan komt nummer 3. Oké, nou ik heb hier een haarspeldje. Het is dus niet allemaal make-up, want dit is al geen make-up en dit is ook geen make-up. Dit kun je dan zo in je haar doen of zo. Oh, je kunt het niet eens echt goed zien. Dan pakken we nummer 4. Oeh, dit is wel make-up. Dit is dus een mini doorzichtige lipgloss. I like it. Ik ga hem opdoen. Ook al heb ik al een gloss op, maakt niet uit. Oh mijn god, hij is echt glitterig. Oh, deze is mooi. Oh my god. Volgende is nummer 5. Het is een heel klein mini oogschaduwpaletje. So cute. Kijk deze kleurtjes. Dit zijn alle 4 de kleurtjes. Oh my god, so cute. Nummer 6. En dit is ook weer make-up. Dit is een zwart oogpotloodje. Wat leuk. Ik ga het gewoon in mijn waterlijn doen. Ik heb al iets nou in mijn waterlijn, maar die is bruin en dit is zwart. Dus deze moet er wel overheen kunnen, I think. Oh, kijk dan. Hij is echt gewoon zwart. Like it. Oh my god, tot nu toe vind ik alles leuk. Oké, nummer 7. Nog een lipstick! In de kleur 307 Scarlet Red. Dit is dus dezelfde lipstick als deze, maar dan in een andere kleur. Ze zijn allebei mat, want Max & More heeft matte en normale lipsticks. Oh my god, kijk hoe mooi. Dit is echt perfect voor de feestdagen. I love it. Ik vind de lipsticks van Max & More een van hun beste make-up producten. Nummer 8. Oh, wat leuk. Dit zijn van die losse pareltjes. Super cute in het zilver. Ik ga ze niet nou helemaal opdoen, maar die kun je gewoon aanbrengen met wimperlijm als je die hebt thuis. Dat is echt ideaal hiervoor. En die kun je dan gewoon aanbrengen op je gezicht. Net als hoe ik die ster hier heb aangebracht. Super cute. Volgende is nummer 9. Mijn favoriete poeder van Max & More. De bronzing powder mat. Dit is een hele donkere kleur. Te donker voor mij. Het is 150 LA Heat. Deze hier links heb ik al. En dit is wel mijn kleur. Dit is Soft Cashew. Die heb ik ook vandaag op. Ik heb daarmee gebronst. Heel mijn look vandaag is ook van de Action. Ik weet niet of die video voor deze video komt. Maar ik denk het wel. Super mooie poeder. Alleen way te donker voor mij. Ideaal als je een donkere huid hebt. Nummer 10. Dit is een mooie nude lip
liner. Super mooi. Ook mooi om te mixen met dit lipstickje. Ik ga deze ook even snel proberen. Oké, ik heb hem over mijn hele lippen aangebracht. Hij is wel echt te licht voor mij. Als je een lichtere huidskleur hebt dan ik, dan is dit een hele mooie nude kleur voor jou. Voor mij is hij alleen iets te licht. Ik ga heel even weer die gloss eroverheen aanbrengen. Volgende is, waar was ik gebleven? Volgens mij nummer 11. Ook heel handig om te hebben. Een puntenslijper om alles mee aan te slijpen. Nummer 12. En dit is een Maxamor Lip Balm. Ik heb deze al wel vaker geprobeerd in andere kleuren. Dit is totaal niet mijn kleur. Dit is de kleur 340 Wild Raspberry. Ik ga hem wel aanbrengen. Nou, ik heb hem aangebracht. Ik vind het in principe een hele mooie kleur. Het is gewoon niet de kleur waar ik van hou. Ik vind het balmpje wel heel fijn. Heel fijn aan te brengen. Gewoon lekker snel, lekker makkelijk. Hij is ook gewoon lekker makkelijk om mee te nemen. Hij voelt ook lekker zacht aan, want het is ook gewoon een lipbalm. Je hebt hem in meerdere kleuren. Dus mocht deze kleur niks zijn voor jou, bij de Action heb je er meer. Misschien dat er in dit pakket ook nog andere kleuren zitten. I don't know yet. We gaan nou verder met 13. En weer een oogpotlood, maar dan een hele mooie blauwe oogpotlood. Het is een beetje een lichtblauwe metallic-achtig. Dit is de kleur 209 Emerald Green. Dus het is een beetje blauwgroen. Jammer dat Halloween al voorbij is, want dit was heel handig geweest voor een hele mooie zeemermin ooglook. Ik ga deze gewoon over het zwarte heen aanbrengen. Want ik heb scheid aan de overheid. Nee, grapje. Ik ga even die zwarte er een beetje afhalen. Nou, dit is Waldman Pastel kleurrijk. Ik heb hem aangebracht. Je kunt wel een beetje blauw zien, maar hij is niet echt super gepigmenteerd helaas. Ik had hem liever toch iets feller gehad. Op mijn hand was hij best wel blauw. Maar ja, in mijn waterlijn wilde het niet echt heel goed lukken, helaas. Nummer 14. Dit is een hele mooie rode, beetje bordeauxrode nagellak. Ook weer heel erg mooi met de feestdagen. Helaas, ik heb acrylnagels, die heb ik altijd. Dus ja, ik heb niks aan nagellak. Maar als je geen acryl hebt, hele mooie kleur voor de feestdagen. Nummer 15 is een hele kleine, schattige nagelvaal. Nogmaals, ik heb acrylnagels, dus ook hier heb ik niks aan. Als je dat niet hebt, is dit denk ik wel handig. Nummer 16. Yay, nog zo'n lipbalmpje, maar dan in een andere kleur. Nou kan ik eindelijk deze afdoen. Dit is de kleur, even kijken, 342 Chanterella of zo. Een hele mooie, beetje roze nude kleurtje. Ik ben heel blij dat ik nou deze kan afdoen. Ik moet wel zeggen, ze laten echt een afdruk achter. Kijk, ik heb het er hier al afgehaald. Heel mijn lip is nou roze rood. Nou, ik heb hem op. Deze staat een stuk beter dan die andere kleur. Nummer 17. Dit is wel handig. Ik weet niet hoe dit heet, maar het ziet er dus zo uit. Het lijkt een beetje op een vuil, maar het is geen vuil. Dit is dus om je tenen makkelijker te kunnen lakken. Want dit doe je dan zo tussen je tenen in. En dan gaan ze zo uit elkaar staan. En dan kun je ze zo lekker lakken en dan raken ze elkaar niet aan. Ik hoop dat er hier nog eentje bij zit. Want ja, je hebt twee voeten, dus je moet er wel twee hebben. Maar dit is echt heel erg handig. We gaan verder met nummer 18. En dit is een wenkbrauwpotloodje. Een bruin wenkbrauwpotloodje. De kleur is ook echt gewoon 202 brown. Heel handig als je je wenkbrauw altijd doet met van dit soort potloodjes. Voor mij is hij te licht. Of ja, hij is niet te licht. Ik kan hem wel gebruiken, maar ik gebruik altijd zwart. Maar heel erg handig. Oké, nummer 19. En nog een nagellakje, maar nou in de kleur zilverglitter. Dus nu heb je al een bordeaux rode en een zilveren. Nummer 20 is een mascara. Dit is de Mascara High Definition Sculpt & Volume. Zwarte mascara is gewoon altijd handig. Nou is nummer 21, bijna klaar. Een elastiekje. Deze is super apart. Dit is zo eentje die, ja, zo is. Deze zijn super handig, dus hier ben ik wel happy mee. Want ik gebruik deze altijd om in de nacht een knot in te doen als ik gewoon mijn krullen heb. Want deze zijn vooral handig, want dan komt er geen slag in je haar. En voor krullen is deze ook handig, omdat ja, dan die slag ook niet komt. Nu komt 23. Nog een nagellakje, maar nou een gouden. Dus dit zijn nou de drie nagellakjes die je krijgt. Ze zijn ook echt lekker heftig, lekker glitterig. I love it. Helaas kan ik ze niet gebruiken. En dan de laatste, dat is nummer 24. Nou, dit vind ik ook echt heel leuk. Dit is een Maxamor Eyeshadow Quad. Met vier leuke kleurtjes. In de kleur 620 It's the Season to Glow. Super handig. Deze had ik al. Maar ik vind de kleuren ook echt heel mooi voor in de herfst. Nou, ik heb ze ook even alle vier geswatcht. Dus ze swatchen heel mooi. Er zit alleen geen matte kleur bij. Het zijn alle vier glitterkleurtjes. Dit is echt een hele mooie afsluiter van de maand. Nou mensen, dit was het dan. Dit was de Maxamor Adventkalender van 2018. Hij is helemaal leeg. Ik heb hem helemaal gemold. Lekker weer. Ik vind dat er echt hele leuke dingen bij zitten. Het enige waar ik helaas niks mee kan zijn de nagellakjes. Maar voor de rest echt
toppie jongens. Een hele leuke adventkalender voor maar 10 euro. Krijg je zoveel. Ja, ik vind hem zeker 10 euro waard. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. En ik zal hier alvast 2 video's neerzetten. Speciaal voor jullie om nog verder te kunnen kijken. En mijn hoofd ook hier, zodat je ook nog snel kunt abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie weer snel bij de volgende video. Doeg!